Ingesproken teksten van de Odyssee, hoofdstuk 3, Odysseus en Nausicaa. En het is een deel van boek 6, regel 127 tot 136. Odysseus is wakker geworden. We zien op het plaatje zien we Nausicaa met de godin Athene achter haar. Daar zie je haar. En zij is aan het spelen met de bal, te midden van haar vriendinnen. Ze zijn eigenlijk op suggestie van Athene zijn ze naar het water gegaan, naar de zee, om de kleren te wassen. En zijn ze klaar met wassen, dan gaan ze spelen met de bal. En dat is precies wat Athena wil. Want wat gebeurt er? Nausicaa gooit die bal naar die meisjes. De meisjes missen en ze gillen alsof het een aard heeft. En waarom is het zo fijn? Kijk maar. Je weet nog dat Odysseus bij Calypso zat in boek 4, was dat geloof ik. En dat Calypso die had opdracht gegeven van Hermes om Odysseus te laten gaan. Dat weten we allemaal. Nou, hier is Odysseus bezig met het bouwen van een vlot. Een heel groot vlot zo te zien. En Calypso staat hem daarbij. Hij is aan het boren, aan het zagen en timmeren. En dan mag je dat vlot bouwen. Gaat hartstikke goed. Hij vaart dan ook weg. Nagewerkt door Calypso, dat zie je. Het weer is goed. Ze krijgt een lekkere bries, krijgt hij mee. Achter Bries, dan gaat het allemaal super goed. Die zet weet daar alles van. Nou, heel fijn. Hij is bijna in het zicht van een eiland, Scheria, waar de Phaiaken wonen. En dan komt Poseidon erachter dat Odysseus bijna aan land is. Poseidon is de grote tegenstander van Odysseus, want Odysseus heeft ooit bij zijn zwerftochten het oog van zijn zoon, de cycloop Polyphemus, uitgebrand. Nou, Polyphemus was daar ontzettend boos om natuurlijk. Poseidon natuurlijk ook. En dan ziet hij Odysseus en stuurt een storm naar Odysseus opdat hij vergaat. Gebeurt er bijna. Maar hij kan overboord springen. Na een paar dagen zwemmen bereikt hij uitgeput het eiland Scheria. Hij hijst zich aan land onder een struik, bedekt zich met bladeren en valt in een diepe comateuze slaap. En dan wordt hij als het ware opgeschrikt door het gegil van de meisjes die dan die bal verliezen. En dan, nou goed, Odysseus wordt er wakker van. En dan vraagt hij zichzelf, wat moet ik doen? Ik lees even voor uit de voorgaande tekst in de vertaling. Hij zegt dan tegen zichzelf, oh wee, oh wee, in wat voor land, bij wat voor mensen ben ik nu weer gekomen? Zijn het barbaren, wilde en booswichten? Of zijn ze gastvrij en godvrezend van aard? Een geroep trof mijn oor als van vrouwen, van jonge meisjes of nymfen, die wonen op de toppen der bergen, of bij de bronnen der beken of in de grasrijke dalen. Of ben ik in de buurt van mensen met wie ik kan spreken? Kom, ik zal zelf op onderzoek uitgaan en zien. En dan gaan we naar het Grieks. Hos eipon tamnon hypeduzeton dios Odysseus. Nadat hij zo gesproken had, tegen zichzelf natuurlijk, dook de voortreffelijke Odysseus van onder het struikgewas tevoorschijn. Hypeduceton is een aoristisch actief indicatief, want het is ingressief. Hij begon met onderuit duiken en het gaat met een genitief. Dat is een tamnoon, van onderuit het struikgewas. Ek pucnes de hules, torton, klazen, geiri, pangeie, fulon. En hij brak met zijn sterke hand, geiri, pangeie, een tak met bladeren, fulon. Vanuit het dichte struikgewas, Pucnes de Hules. Hij brak een tak uit het dichte struikgewas met zijn stevige hand, een tak met bladeren, fulon. En fulon staat hier in enjambement, omdat het een belangrijk woord is, want die bladeren heeft hij nodig om zichzelf te bedekken en niet die meisjes die hij gaat aanspreken straks schrik aan te jagen. Want hij is natuurlijk naakt, hij ziet eruit als een barbaar, dat weet hij zelf ook wel, dus hij moet een beetje beschaafd tevoorschijn komen voor zover dat kan. Dan, hos ruzaito perigoi media fotos. Ruzaito zit een S in, een sigma. Een jota zit erin, dus een aoristisch optativus. Met hos, hos is natuurlijk een moeilijk woord. Hier, als het begin van een bijzin, betekent het opdat hij bedekte. Want een optatief, dat gebruikt na hos in plaats van een conjunctief, als de hoofdzin een verleden tijd is. En de hoofdzin is hier klaze. Persoonsvorm, daar is een verleden tijd. Dus dan moet je hier een optatief hebben. Opdat hij bedekte voor zijn lichaam, perigoi, de media, de schaamdelen, foto's van een man. Oftewel, hij wil daar beschaafd staan en niet totaal naakt die kinderen dus schrik aanjagen.
Berimen, hoste Leon Orisitrofos Alcipeportos. Hij ging op weg, Berimen, Ber van Paino, Aristus, indicatief, zonder augmenten. Hij ging, Imen, men is een uitgang van een infinitief bij Homerus. Is eigenlijk Ienai, hij ging te gaan. Oftewel, hij ging op weg, ook de ingressief met het Ber, hij ging, begon met gaan. En dan weer het hoos hier, betekent hoos zoals. Hier is het op dat, hier is het zoals. En zoals, bij Homerus moet je oppassen, krijg je een Homerische vergelijking. Dat is een vergelijking die een beetje uitgesponnen is. Niet alleen maar zoals een vogeltje, nee, zoals een vogeltje dat zingt in de morgen en bla bla bla. Er komt een heel verhaaltje in die vergelijking. Hier gaat het over een leeuw. Dus hij ging op weg zoals een leeuw die in de bergen gevoed is. Een bergleeuw, Orisitrofos. En dat citos, voedsel, dat is belangrijk, want het gaat natuurlijk om een hongerige leeuw. Dus dat er meteen iets wordt gezegd over voedsel. Trofos is ook voeding natuurlijk. Dat is niet voor niks. Die leeuw heeft honger. Nou, en hij is alcipeportos. Peupoitos is een perfectum participium van peupoita. Dat heeft een presens betekenis, ook al is het een perfectum vorm. En dat betekent vertrouwen op. Gaat met een dativ, waar je op vertrouwt. En hier is het participium, vertrouwend op zijn kracht, alki. Een leeuw, hoste eisi, die gaat, host is een relatieve, die op weg gaat, huyomenos, kai aemenos, verregend en verwaaid. Net als Odysseus natuurlijk, die ook helemaal aangetast is door dagenlang daar in zee rondgedobberd te hebben. Hij is helemaal aangekoekt met zout, hij ziet er niet uit, zijn haren zijn als een soort wildeman van een wildeman. Het is verschrikkelijk. Nou, zoals die leeuw ook. Verregend en verwaaid. En in hem. In zijn kop. Dietai. Branden is een enkelvoud. Maar het onderwerp is meervoud. Ossen, dat zijn de twee ogen. Dat is een dualisvorm. Omdat het wordt gezien als een enkelvoudig begrip. En de twee ogen staat hier een enkelvoud. En de twee ogen voor hem, hoi is dativus possessivus, zijn autooi, maar het wordt hier met een bezit aangeduid. Dus en in hem branden zijn twee ogen. Auta ho busi met ergetai er oyesin, er met agroteras elafus. Maar met ergetai, hij gaat te midden van de runderen. Busi is een dativus meerwoord van bus, de runderen. Of te midden van de schapen. En het maar geeft natuurlijk aan dat hij eigenlijk liever niet gaat, maar hij heeft honger, dus hij moet gaan. Maar hij gaat in het midden van die runderen, of in het midden van de schaap, of hij gaat achter de agroteras elafus, de snelle hindes aan. Even spieken. Agroteras op het land heeft wild, is dat, sorry. Of hij gaat achter de wilde herten aan. Dus dat doet die leeuw. Nog steeds gaat de vergelijking verder. Zijn buik, gaster, zijn maag, beveelt hem. He is auton, auxitief, lijnt voor bij keletai. Zijn maag beveelt natuurlijk niet echt, maar dat is een soort metafoor. Hij heeft zoveel honger dat hij wordt gedwongen door zijn honger. En honger wordt hier eigenlijk gebruikt met het woordje buik. Die dwingt hem, beveelt hem, peresonta, peraomai, om aan te vallen, de meloon, het vee. Peresonta komt van peraomai, ga met de genitief, wie je aanvalt staat in de genitief. En ik zie hier een sigma, maar geen alfa, dus een participium futurum. Actief is enkelvoud mannelijk, en het congrueert met het he, die auton. Om dus zijn buik beveelt hem te zullen aanvallen, de geiten, het vee. En om te gaan, hier heb je een infinitief, naar het goed gebouwde huis. En aan het eind van de vergelijking, hoos Odysseus, koereizin, euplokomoizin, emelle, mixestai. Zo was van plan, stond Odysseus op het punt om zich te mengen, te zullen mengen, mixestai van Mike Numi, futurum, te midden van de meisjes met mooie vlechten. Gymnos per eon, hebben we vaak gezien, per met een participium, is hoewel hij naakt was. Greo gar hikane, want de noodzaak had hem bereikt. Hikane is bereikt hebben, hier is een imperfectum, dus de noodzaak had hem bereikt.
Nou, dat is interessant. Homerische vergelijking, een hele uitgesponnen vergelijking. Dan heb je altijd het punt van vergelijking. Dat is hier natuurlijk dat Greio, die noodzaak voor Odysseus en voor die leeuw, die leeft Hor. En daarom moeten ze allebei gaan naar een plaats waar ze eigenlijk liever niet gaan, want ze nemen een risico. Maar het eerste punt is, ze hebben allebei Hor. Dan heb je altijd een secundair punt, of misschien zelfs een tertiair punt, wat altijd meespeelt in die vergelijking. Hier is dat natuurlijk dat zowel Odysseus als die leeuw zijn allebei aangetast. Waar staat het? Even kijken, hier is die leeuw Hyomenos kai Aemenos, verregend en verwaaid. En Odysseus, dat weten we nog van daarnet, die is natuurlijk helemaal verwilderd, aangetast. En je kunt een derde punt erbij zetten natuurlijk, dat Odysseus wordt hier vergeleken met een leeuw. En dat is exact de indruk die hij maakt straks op die meisjes. Je weet, je bent al een beetje voorbereid op de schrik die de meisjes zal bevangen als ze Odysseus gaan zien. Natuurlijk alsof er een beest uit het struikgewas gaat komen. Dus het is een hele mooie, ingewikkelde vergelijking. A. Leeuw en Odysseus hebben honger. B. Ze zijn allebei verwilderd en aangetast. En C. Ze zijn alle drie, allebei hebben ze een schrikachtig effect op het op de toeschouwers, de meisjes en op natuurlijk de mensen in het dorp.